In deze komende shows wordt het verhaal verteld van Pink Floyd in Nederland. Alle grote klassiekers van Pink Floyd in akoestische versie, maar ook minder bekende nummers. En alles op akoestische instrumenten waar ik soms het idee heb dat alles nog beter hoorbaar is. Wat we met de Dutch Ears willen, is dat we de diehard Pink Floyd fans natuurlijk een onvergetelijke avond bezorgen. Maar ook de mensen die iets meer te weten willen komen. Om die de geschiedenis van de band te vertellen in woord, beeld en muziek. Dit is niet publiek wat alleen maar staat te wachten op elektrisch geweld. Het is ook publiek wat gewoon in het theater wil genieten van ook de stilte in de nummers. Hè? De ambiance is compleet anders en alle versterkers zijn zo goed als thuisgelaten. Rust, sereenheid zit erin. Ruimte, stilte. Maar hier kan dat en dat werkt gewoon super. Akoestische shows, het grote verschil is natuurlijk de intimiteit ervan. De mensen die dichtbij zitten, die ademloos luisteren naar het verhaal Pink Floyd. Want dat is het, hè? De mensen zijn mateloos geboeid daardoor. Je hoort ook echt alles. Dus dat is ook het mooie van akoestisch. Dat men zou denken van, ja, maar ik wil de grote show zien, want dan hoor ik Pink Floyd. Je hoort het hier ook echt. Je mist helemaal niets. Alleen het is een totaal andere beleving. Het is natuurlijk symfonisch en in de symfonische muziek worden in de grote show veel stringpartijen gebruikt, wat toetsen, hè, die de synthesizer spelen. Dus we kunnen heel veel mooie lijntjes vanuit die symfo kunnen we met viool en met cello bewerken. En we zijn echt ingegroeid in de stukken van Pink Floyd. Mensen zijn laaiend enthousiast en dat is natuurlijk ook niet van ik zo. Dat betekent dat de onderlinge verbondenheid van de band groot is. Ja, we krijgen berichten dat mensen tot tranen geroerd zijn. En dat, ja, dat is toch wel heel bijzonder, ja, en dankbaar. On the wings of the night, as the daytime is stirring, where the speechless unite in a silent accord. Dat is een hele andere instrumentenbenadering, maar ook de nummers zelf. Dogs of War is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk qua stijl een totaal ander nummer geworden. Maar ja, het past wel. One world, it's a battleground. One world, and they will smash it down. Zoals Pink Floyd brengt een heel dreigend en zwaar nummer. Ja, wij hebben er een bluesy versie van gemaakt. Dat nummer is zo gegroeid omdat ik daar in het begin erg moeite mee had. Omdat ik maar één grondtoon van Wim krijg. En in het begin hadden we helemaal die grondtoon niet. En toen zat ik er wel eens een beetje naast. En daarom is die grondtoon constant nu wel. Maar het is ook wel spannend. Dat nummer is enorm gegroeid, vind ik zo. Ja, de reacties van het publiek zijn overweldigend. Uitverkochte zaal. En je ziet ook dat wij zelf veel plezier hebben. Dat plezier brengen wij over op de zaal. En dat krijg je weer terug.